Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag doen we een taste-test. Deze taste-test wordt gefilmd over enkele dagen, omdat ik meerdere producten ga testen en niet allemaal op één dag kan testen. Dus dit is aflevering 10 van de taste-test en weer een leuke cijfer. Het is meer aflevering dan seizoen 1. Dus ja, we zitten aan seizoen 2, aflevering 10. En vandaag hebben we voor allereerste de Baja Breeze Laidback Lemon Lemonade. En ik ben die gisteren nog in de... jullie hebben dat gezien in de Action Shoplog nummer 6. Heb ik die dan gaan halen. En ik wou er een taste-test aan doen. Dus we gaan die open doen. En... Het ruikt naar lemonade en lemon. Cheers. Ja. Lekker. Als ik dit een cijfer moet geven, geef ik het 7 citroentjes. Dus een 7 en 7 eigenlijk. Het is zo'n licht zuurtje dat erin zit. Ook een licht zoetje. En ja, wat vonden jullie? Allee, dit zeker is halen voor te proberen in de Action. Dat is maar 84 cent. Dus, en ze hebben drinken. Hier in Stabroek dan toch. Het is echt een lekker drankje. En het is echt een heel lekker drankje. Het is daarom dat ik nog eens een slokje van ga nemen. Echt een heel lekker drankje. Ik geef het sowieso een 7. Ik heb al beter drankjes gedronken. Maar dit is echt een 7 waard. En nu is het dus de tweede dingen van de tweede deel van deze video. En het is de tweede deel van de taste test. En ik heb hier voor jullie Uledag Gazos Orange. Ik ga het in dit ecla van de heuvelglas doen. Dus let's go. Trick naar orange. Dit is, zo ziet het eruit. Heel chemisch van kleur. Heel oranje. Trick wel heel chemisch naar een appelsien. Dus here go nothing. Cheers. Dit is gewoon een sinaas. Ik zou een beetje goedkope Fanta. Maar wel lekker. Wat cijfer zou ik het geven? Een 7,5. Ik geef het meer dan de Baja Breeze Laidback Lemonade. Dus het is beter, het is zoeter qua smaak. En ik vind het heel lekker, frisdrank. Allee, lekker. Je proeft dat een gewone sinaas is dus. Ja, meer is het niet eigenlijk. En nu zijn we dus deel 3 van deze dingen. Deze taste-test. En vandaag heb ik Baja Breeze Shiro Cherry. Lemonade with real lemon bits. En ik had het daar juist al geproefd, maar ik heb vergeten mijn mic op te zetten. Dus nu zet ik mijn mic op en ga het proeven. En ja. Het is niet echt lekker. Het proeft echt wel een beetje naar cherry, naar kers. Het kan beter. Ik geef dit. Wat voor cijfer geef ik dit? Ik geef de Baja Breeze Shiraz Cherry Lemonade een 6. Toch erdoor, maar toch niet echt erdoor. Allee, ja, hij is erdoor, maar toch niet echt erdoor. Ja, dat was het. De volgende keer gaan we de Uledag Gazos. En dan hebben we nog de Blueberry. De Breezy Blueberry Lemonade. Dus dan heb ik die nog. En deze zeker niet kopen in Action. Het is echt niet lekker. Lekker. Als je voor kerst zit en met lemonade, is dat wel lekker, maar deze is niet echt lekker. En het is dus nu het vierde deel van deze video, van deze taste test. En ik heb hier de Uledag Gazos. Ik weet niet welke smaak dat is. Vruchtensmaak zat erbij. We weten nog altijd niet welke smaak dat is, dus we gaan dit proeven. En dan weten we direct welke smaak het is. Je ziet... Doorzichtig, een soort van Sprite, denk ik. Het
kan het niet thuis brengen. Ik weet niet welke vrucht. Slecht is het wel niet. Nee, slecht is het niet. Het is redelijk zoet. Maar toch geen zoet. Ik weet niet of ik het nog eens zou kopen. Het is de eerste keer dat ik dat echt proef. Ik weet niet of ik het nog een keer zou kopen, want ik vind het niet echt 100% lekker. Ik geef dit ook een wel zwaarig drankje, een 6,5. Dus ja. Ik weet het niet of ik het nog zou drinken, dus ja. 6,5 geef ik het sowieso. Net erdoor. Ja, alleen 6 eigenlijk. 6 en net erdoor. Dus ja, let's go. Het volgende drankje, dat gaat waarschijnlijk de Baja Breezy Blueberry Lemonade zijn. Dus ja, dan na dat stukje kan ik de video editen. Dus ja. En het laatste product dat we in deze video gaan uittesten, gaan proeven, is de Baja Breeze Breezy Blueberry Lemonade. Ik heb deze speciaal al tot laatste bewaard, omdat ik ja, niet zo echt weet hoe of wat. Ik had deze beter in het begin gebruikt, maar we gaan het nu openen. En eens zien. Oeh, wat? Oh. Amai. Het ruikt echt naar blueberry. En het is echt blauw. Ik heb nog nooit zo'n heel blauw drankje gezien. Verrassend lekker. Ja, echt verrassend lekker. Ik denk dat deze winnaar is. Dat deze een 9 krijgt. Dus deze is de winnaar voor mij. Deze is de winnaar. De Breezy Blueberry Lemonade. Dat is zeker de winnaar. Dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe taste test. We hebben 5 productjes geprobeerd in deze video. En de winnaar is bekend. Proficiat. Baja Breeze, Breezy Blueberry Lemonade. Jij zit de winnaar. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nalte Dylan. En Future Dylan, bedankt voor het editen van deze video. En bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nalte Dylan. En ik zie jullie guys in de volgende video weer. Bye bye!